Dag iedereen, dit is de boodschap voor Sterrenbeeld Kreeft voor oktober 2021. Het water dient te stromen. Het water is uw element. Het is het symbool van gevoelens en emoties. We merken, u stroomt al beter. U gaat al meer vooruit. U voelt uw passies terugkeren. U voelt uw creativiteit terugkeren. U voelt hoe u opnieuw nieuwe projecten kan omhelzen, kan aanboren, ideeën aanboren. En u vindt het fijn dat u eindelijk vooruit gaat. Het gaat u nog niet snel genoeg, maar wij zeggen, wees geduldig. Dit is nog maar de eerste stap, de eerste aanzet. Alles, elke golf van energie heeft een aanzet, een begin, een langzaam opkomende kracht. Dus u geniet nu van het begin van deze stroming, want het zal steeds sneller en sneller gaan stromen naar het einde van de maand toe. En dan zal u zelfs blij zijn als het eens wat minder zal gaan stromen, want dan zal u zelf een adempauze dienen in te lassen. Dus stroom gewoon mee. Doe gewoon verder, maar wees u bewust van uw lichaam en uw gezondheid. Dag iedereen. Om meer tijd te hebben om mensen te helpen via persoonlijke readings, zal ik vanaf nu enkel nog maandelijkse boodschappen van licht maken per horoscoop. Maar ik zal wel nog blijven de algemene boodschap voor de mensheid per maandfase blijven verder opnemen. Mocht u zelf graag een wekelijkse boodschap voor u persoonlijk ontvangen of per maand, dan is dat ook mogelijk. Daarvoor kan u terecht voor alle info op www.sterrenlichthealing.be, als ook voor alle andere soorten readings en healings. Dank u. Dat was jullie boodschap voor de komende periode. Hopelijk bracht het u steun en inzicht en heeft u er iets aan. Ik dank u voor het kijken en ik zie u graag een volgende keer terug. Daag!